Xerxes chinensis Avendalen wordt ook de Chinese Judasboom genoemd. Deze komt van oorsprong uit China. De naam Judasboom heeft te maken met Judas, die Jezus verraden zou hebben en zich uit wanhoop had opgehangen in deze boom. Deze schitterende mooie boom heeft een zeer bijzondere bloeiwijze op het kale tweejarige hout. De bloei begint half april tot in mei en de donkerpaarse bloemen groeien in clusters op de takken en stam. Na de bloei verschijnen er roodbruine peulen. Nadat de bloei voorbij is, verschijnt eind mei het frisgroene niervormig blad. Uiteindelijk kan de boom wel 5 meter hoog worden en groeit vrij langzaam. Na 10 jaar een hoogte van circa 200 centimeter. De plant heeft graag op tijd water en geeft het volgende jaar meer bloemen, wat afhankelijk is aan de voorgaande zomer. Hoe warmer, hoe meer bloemen volgend voorjaar. Snoeien doet u het beste in de zomer.